Ken je dat gevoel keiveel goesting hebben in verwinnerij? Wel, ik ga ervoor zorgen dat je ook zonder schuldgevoel kan zondigen. Onlangs vroeg ik wat jouw guilty pleasures zijn. En dat bleken er heel wat. Vandaag maak ik van jouw guilty pleasure a healthy one. Schaamteloos genieten zonder al te veel berouw. Daar ga ik jullie vandaag mee helpen. Straks maak ik een guilty pleasure uit jullie top 3, namelijk jellybeans of schepsnoep. Maar eerst maak ik een hoofdgerecht en dat wordt een lasagne. Want ook deze kwam vaak voor in jullie lijstje der zonde. Wat wil ik proeven in mijn gezonde lasagne? Op mijn checklist staan volgende keywoorden. Vezelrijk, heel belangrijk. En ten tweede wil ik een krokante, kazige korst. En de lasagnevellen die maak ik van groenten. Ik kies voor zoete aardappel en pastinaak. En dan gaan we daar heel even de schil van verwijderen. Dan gaan we daar lasagnevellen van maken. Ik ga dat met een mandoline doen. Je zou dat ook kunnen snijden. De mandoline is iets gemakkelijker. En die pastinaak gaat er ook voor zorgen dat dat lekker vezelrijk is. En een pastinaak is ook lekker laag in koolhydraten. Toch wel wat lager dan bijvoorbeeld een aardappel of zo. En dan houdt het heel veel vezels en dat is een van onze checklist. En ook van onze zoete aardappel gaan we velletjes maken. Dan hebben we van die mooie lapjes. En ook die zoete aardappel gaat zorgen voor onze vezels. Maar bijvoorbeeld ook voor een mooie portie beta-carotene, waar ons lichaam dan kan omzetten naar vitamine A. Op die manier hebben we ook veel groentjes weer al binnen. En dan gaan we onze velletjes ook een beetje voorstomen. Ik heb hier al een potje opgezet. Dat gaan we in een stoompot maken. Dan gaan we die nu op het vuur zetten, zodat we die een klein beetje zachter kunnen maken. Dus van het moment dat onze vork er gewoon kan doorprikken, dan zijn ze goed. Bij een lasagne hoort ook een tomatensaus. Ga ik beginnen met een scheutje olijfolie. Fijn gesnipperde ui. Ongeveer 2 van nemen. Daar mogen ook 2 teentjes look al meteen bij. En zo gaan we hier al meteen wat Italiaanse geuren in de keuken krijgen. Dan gaan we dat al aanstoven op een vuurtje. En dan begint hier al heerlijk te ruiken. Ik woon zelf in de stad. En als je zo rond een uur of 6, 7 door de straten wandelt, dan kun je zo echt aan de geur van ui en look zo ruiken waar dat de mensen aan het koken zijn. Zalig. En als ons uitje glazig is, dan gaan we er nog een aantal extra dingen bij doen. Onder andere een nieuwe portie groentjes. Zoete puntpaprika mag daarbij. Dan gaan we er 700 milliliter tomatenpassata bij doen. Basis voor onze tomatensaus. 100% tomaat, zeer belangrijk. Ik doe daar 3 blaadjes laurier mee in. 2 eetlepels balsamico. En 2 theelepeltjes Provençaalse kruiden. En dan mag dat garen op ons vuur. Zo, onze tomatensaus die mag verder blijven pruttelen. We hebben al onze lasagnevellen van groenten. Dan hebben we onze tomatensaus die opstaat. En ik ga daar ook nog een hummuslaag aan toevoegen. En dat wordt spinazie-hummus. Ik neem 400 gram voorgekookte kikkererwt. De basis van een hummus. Ja. Dan mogen daar 2 teentjes look bij. We gaan daar het sap van een halve limoen aan toevoegen. Een beetje bouillon als smaakmaker mag daarbij.
Dan ga ik daar ook een beetje edelgist aan toevoegen. Dat gaat een licht kazige smaak geven. Ik ga straks nog wel werken met een kaas op de bovenkant van de lasagne. Stel dat je zegt, ik wil er echt een vegan versie van maken, dan kun je gewoon nog meer edelgist gebruiken en de kaas skippen. Vind je dat niet in de winkel of heb je dat niet in huis, niet erg, gewoon weglaten. Ik ga er een beetje water bij doen. En dan onze spinazie. En ook hier vitamine K onder andere, dat we weer een goede portie binnenkrijgen. Vitamine K, dat hebben we nodig voor goede botten, voor de stolling van ons bloed. Allemaal zeer belangrijke dingen. Ik heb ongeveer 4 eetlepels water genomen. Ik ga daar nog 4 eetlepels olijfolie bij doen. En dan gaan we dan nog een beetje afkruiden met peper en zout. En als laatste nog een groot Hans basilicum. Potje vol. Gaan we blenden. Alright, dat zit al goed. En dan hebben we alles en dan is het nu een kwestie van te assembleren in onze ovenschotel. Eerst een laagje zoete aardappel. Dan gaan we starten met een laagje tomatensaus. We gaan ervoor zorgen dat onze lasagne alle eigenschappen heeft van een echte lasagne. Maar dat die velletjes toch van groentjes zijn en dat niemand dat gaat merken. Onze spinaziehoes. Die verdeel ik gewoon in een aantal kwakjes. Dan gaan we daar wat pastinaakvelletjes over doen. Opnieuw een laagje tomatensaus. Ook echt een kidsproefgerechtje. Glutenvrij en lactosevrij en veggie. De mens zou zich afvragen wat er nog wel in zit. Keiveel lekkere dingen en keiveel groentjes. Een laatste beetje tomaat erover doen. Om zeker niks te verspillen. Hè? En dan rest mij alleen nog daar wat kaas over te doen. Ik kies voor een pecorino. Als je er een vegan versie van wil maken, gewoon een beetje meer gist gebruiken en de pecorino skippen. Hè. Voilà, die mag in de oven 20 minuutjes op 170 graden. Zo, onze kazige krokante korst van de lasagne komt helemaal in orde. En ik heb het beloofd, ik maak vandaag ook guilt-free schepsnoep. En ik hoor jullie al denken, de hemel bestaat. Ik doe het zonder kilo's suiker en ook zonder gelatine. Maar ik wil uiteraard wel de echte smaak gaan benaderen. Hè. Welke keywords staan er op mijn checklist? Gelei-achtig, jelly, zeer belangrijk. En ik wil hem ook vegan. Dat is een hele uitdaging, maar met de juiste ingrediënten gaat dat mij lukken ook. Let's go. Ik neem 200 milliliter van een van mijn favoriete sappen. Deze is appelkers. Ik kies altijd voor een sap dat 100% is, niet bijgezoet of zo. Liefst biologisch. Maar je kunt dat dus met heel veel verschillende smaken gaan combineren. Hè. We gaan geen gelatine gebruiken, maar ik gebruik hiervoor agar-agar. En dat is op basis van rood zeewier. Ik gebruik 4 gram van die agar-agar. En agar-agar, dat betekent gelei in het Maleisisch. Wordt ook heel vaak gebruikt voor confituur of zo bijvoorbeeld van te maken. Als bindmiddel eigenlijk. Voilà, dan mag je op een zacht vuurtje opstaan. Gaan we er nog een beetje ahorn bij doen. Want we willen natuurlijk ook die zoete smaak. Ik ga 2 eetlepels nemen. Niet te veel. Want we willen uiteraard gezonder schepsnoep. Nu ga ik gewoon heel even wachten tot het doorkookt. Het is ook een kei toffe deze om samen met je kindjes te doen. En dan bijvoorbeeld een deel mee naar school te geven of voor een verjaardagsfeestje of zo. Of als er van je vrienden een paar vegan zijn, dan is dat zo'n leuke om te zeggen, ah, ik heb voor jou snoepjes, ik heb die zelf gemaakt en ze zijn vegan. Je moet die smile op dat gezicht zien. Priceless. Zo. Van structuur gaat dat niet veel veranderen. No worries, dat komt straks. Want nu rest ons nog dat in een vormpje te steken. En ik heb de leukste vormpjes, want ik ga voor Real Gummy Bears. Ik ben er super enthousiast over, want ik heb er lang naar gezocht. Maar wie zoekt, die vindt. En lang leven
online shoppen. En dan gaan wij onze beertjes vullen. Ook heel tof als je dat met verschillende sappen doet, die dan allemaal een ander kleurtje hebben. Ik neem nu beertjes, maar je kunt dat uiteraard in alle vormen doen. Mijn pipetje, zeer handig zo. Als je dat niet in huis hebt, gewoon met een lepel, gaat dat ook. Hè? Dan mag dat de koelkast in. Voor een paar uurtjes. Hoppa. Maar ik heb er gelukkig al voorbereid. Tadaa. The gummy bears. En check hoe schattig. Dat is echt de max, hè? En dan gaan we van deze schattige beertjes ook even de checklist overlopen. Ze moesten gelei-achtig zijn. Super jelly. En ze moesten ook vegan zijn. En daarvoor hebben we onze agar-agar gebruikt en geen gelatine. Dus ze zijn helemaal vegan. Dubbele check, met andere woorden. Gummy bear. Daar mogen echt veel van eten. Tadaa! Dit was de eerste healthy pleasure die ik vandaag maakte. Onze heerlijke groente lasagne. We gaan onze checklist overlopen. Hij moest vezelrijk zijn. Ja, we hebben zoete aardappel gebruikt, we hebben pastinaak gebruikt. Kikkererwten zitten erin, spinazie zit erin. Dus heel veel vezels sowieso. En hij moest ook een krokante kazige korst hebben. En dat kunnen we onmiddellijk zien hier. Dus dat is zeker en vast een dubbele check. En dan nog de smaak testen. Super lekker. Wil je deze groentelasagne zelf een keertje maken of wil je de vegan jellybeans maken? Je vindt alle recepten terug op miam.tv. En ik wens je nog heel veel healthy pleasures. Bye bye.